PC Privé nu aandacht voor tekstverwerking en desktop publishing. Dag dames en heren. In de vorige les hebben we u de Teliac-software op basis- of systeemniveau laten zien en daarna een begin gemaakt met het demonstreren van de mogelijkheden van de module Word. In deze vierde les gaan we met tekstverwerking verder en laten u ook zien hoe je met de printmodule van het programma kunt werken. Aan het eind van de les tonen we u wat mogelijkheden van het desktop publishing onderdeel van de Teliac-software. De demonstraties vinden voor de leesbaarheid weer plaats in de grovere grafische mode en zwart-wit. We hebben de computer gestart en staan in het hoofdscherm van de Teliac-software. Door hoofdstuk 3 aan te wijzen en op de rechter muisknop te klikken, gaan we dit hoofdstuk binnen. Word en print worden geladen. Word is actief en die module hebben we nodig. Met F7 maken we dit Word-scherm beeldvullend. We zouden nu onmiddellijk kunnen gaan typen, maar dat doen we niet. We gaan een reeds bestaand bestand inladen en drukken op de Escape-toets om de statusregel van het programma te veranderen in de menuregel. Het driehoekje waarmee we de menu's kunnen aanwijzen verschijnt en we kiezen voor File. Hieronder zit, zoals u weet, een keuzemenu en daarvan kiezen we Inladen en geven aan dat we een file willen inladen dat met de module Word gemaakt is. Er verschijnt een keuzelijstje met teksten die we in de subdirectory hoofdstuk 3 in de TS-directory van schijf C hebben opgeslagen. We selecteren het bestand oefening dat we de vorige keer hebben aangemaakt door dit met de muis aan te wijzen en op de linkermuisknop te drukken. Achter de N van naam verschijnt vervolgens de bestandsnaam oefening. En kiezen we nu voor inladen tekst, dan komt deze oefening op het scherm en kunnen we er opnieuw mee gaan werken. In de statusregel zien we staan dat het file oefening heet en daarachter staat R.4x01. Dit wil zeggen dat de cursor zich op de eerste regel van deze tekst bevindt. Gaan we nu met deze cursor naar de tweede, derde of vierde regel, dan zien we dat achter de R.punt weergegeven. Naast R.punt staat K.001. Dit geeft informatie over het letterteken of de kolom waarop de cursor in die regel staat. Bewegen we de cursor naar rechts, dan zien we dit getal oplopen tot 064. Op dit moment de maximale tekenbreedte van een regel. Daarnaast staat INS, een afkorting van insert. We hebben dit vorige keer al uitgebreid behandeld. Als deze insert mode aanstaat, dan kun je makkelijk en zonder problemen tekst tussenvoegen. Dan staat er nog dat er 223k vrij is. Dat wil zeggen dat er nog zo'n 100 velletjes A4 volgetypt kunnen worden voordat het geheugen van de computer vol is. Gaan we nu met de cursor naar het woord onderdeel in de tekst en proberen nog een regel lager te komen, dan zegt het programma in de statusregel dat dit het einde van de tekst is en de cursor kan dan niet verder. Zo kun je ook niet met de cursor boven het begin van de tekst komen. Ook dit geeft de statusregel aan met de melding begin van de tekst. Zouden we nog een kopje boven deze tekst willen plaatsen, dan moeten we 1 of 2 keer op de Enter-toets drukken. De regel schuift naar onderen en er komt dus ruimte boven. Gaan we nu met de cursor naar boven, dan lukt dit wel. En we kunnen dan bijvoorbeeld het kopje PC Privé intypen. Nu staat dat er natuurlijk niet correct. Het accent mist op Privé. We kunnen dit corrigeren door de E even weg te halen met de Backspace-toets. En dan komen we gelijk toe aan de functietoets F3 onder op het scherm, die we nog niet behandeld hebben. Willen we namelijk een accent op een woord plaatsen, dan drukken we op F3 en typen vanaf het toetsenbord het gewenste accent in.
In dit geval is dat een enkelvoudig streepje. Als je daarna een E intypt, dan is het accent geplaatst. Na deze elementaire zaken gaan we nu eens kijken wat er allemaal in de menuregel van deze module Word mogelijk is. We drukken op de Escape-toets en kiezen uit de menuregel voor opties. Hierin staan wat keuzemogelijkheden, namelijk stijl, uitlijnen, regelbreedte en tabafstand. Kijken we even onder het menu Stijl, dan kun je hier kiezen uit onder andere vet, cursief en onderstrepen. We typen nu eerst een stukje tekst zonder stijltoekenning in en gaan vervolgens van de genoemde keuzes gebruik maken. Eerst kiezen we voor vet. Achter het woordje vet komt nu een vinkje te staan, als teken dat deze functie actief is. Tikken we nu het woordje stijl in, dan komt dit ook inderdaad vet op het scherm te staan. Zo kun je ook kiezen voor cursief, maar je moet dan eerst wel achter vet het vinkje weghalen door die keuze opnieuw aan te klikken. En vervolgens kies je voor cursief, het vinkje verschijnt en typen we nu het zinnetje "Er zijn een aantal keuzes zoals dubbele punt", dan staat dat zinnetje inderdaad cursief op het scherm. Zou je niet eerst de stijl vet voor de keuze cursief uitzetten, dan worden deze keuzes gecombineerd. Zo komen de woordjes vet en cursief nu vet en cursief op uw scherm te staan. Zou je deze keuze vet en cursief weer uitzetten, dit kan ook door te kiezen voor geen stijl en daarna kiezen voor onderstrepen, dan komt de volgende tekst onderstreept op het scherm te staan. Voor de andere keuzes in dit menu verwijzen we u naar de handleiding in het cursuspakket. Maar willen u nog wel even wijzen op het feit dat u bij het kiezen van deze stijlvormen ook gebruik kunt maken van zogenaamde shortcuts, waarvan u de toetsaanslagen in het menu ziet staan. Als je bijvoorbeeld een woord vet wilt, dan typ je Alt-B in en het volgende woord verschijnt automatisch vet op het scherm. Wil je daarna in de normale stijl verder, dan typ je Alt-N in en de tekst wordt weer normaal. Kent u deze shortcuts eenmaal uit het hoofd, dan scheelt dat een hoop tijd. Je hoeft niet steeds de menustructuur binnen bij het bepalen van de keuzes. Deze shortcuts vindt u door het hele programma terug. Een volgende mogelijkheid om bijvoorbeeld de tekst te verfraaien is gebruik te maken van de uitlijnmogelijkheid van het programma. Je kunt hiervan gebruik maken tijdens het typen, maar het ook achteraf doen. Van dat laatste laten we wat zien. De cursor staat al op het eerste woord PC privé. We hebben de keuze opties uitlijnen gedaan en kunnen nu kiezen voor links uitlijnen, wat we de hele tijd al doen, midden uitlijnen, dus de tekst in het midden zetten of centreren, en rechts uitlijnen. Kiezen we voor midden uitlijnen, dan springt het woordje PC privé automatisch naar het midden. De software doet dit achteraf uitlijnen, in dit geval per alinea, tot aan de volgende harde return. Ook van de keuze rechts uitlijnen laten we iets zien. Nog een keuze die we onder het optiesmenu kunnen maken is het aanpassen van de regelbreedte. Die staat standaard op 64 tekens. Maar door deze keuze aan te klikken en bijvoorbeeld het getal 40 in te typen en een druk op de Enter-toets te geven, wordt deze breedte in het menu opgenomen en automatisch heeft de tekst op uw scherm een breedte van 40 tekens gekregen. We veranderen het weer terug in 64 en de regelbreedte verandert in de standaardbreedte. Als u al eventjes naar de volgende keuze heeft gekeken, dan zag u dat de tabafstand standaard op 5 ingesteld staat. Door het intoetsen van de tabtoets springt de cursor dan ook steeds 5 posities naar rechts. Ook dit kan veranderd worden door onder het optiesmenu te kiezen voor tabafstand en bijvoorbeeld 15 in te vullen. De cursor springt nu na het indrukken van de tabtoets steeds 15 posities naar rechts. We hebben inmiddels buiten beeld de uitleiding van ons bestand oefening weer op orde gebracht en gaan nu verder met het keuzemenu blok. Hiermee kunnen blokken uit de tekst verplaatst, opgeslagen en gekopieerd worden.
De software moet dan wel eerst weten om welk stuk tekst het gaat, en daarom moet zo'n tekstgedeelte eerst gemarkeerd worden. Willen we bijvoorbeeld de zin in deze oefening tot en met onderdeel verplaatsen, dan zetten we de cursor op de i van in en kiezen uit het blokmenu voor markeren. De rest van de tekst wordt van daaraf gemarkeerd weergegeven. Maar wij willen de zin maar tot en met onderdeel verplaatst hebben. Daarom zetten we de cursor achter de punt na onderdeel en kiezen opnieuw voor markeren. De gekozen zin is nu als enige gemarkeerd. Zetten we nu de cursor onderaan de tekst, omdat we daar deze zin willen hebben, en kiezen we voor verplaatsen, dan staat die zin automatisch onderaan. Door hem opnieuw te markeren, kun je hem overigens zo weer terugzetten. Maar hem er ook weer uitnemen. Bij het uitnemen is hij nog niet echt weg. Je kunt hem er zo weer invoegen. En je kunt hem zelfs kopiëren. Iedere keer na zo'n actie met een blok meldt de computer rechtsboven dat hij gereed is met de blokoperatie. Verder is het mogelijk om een gemarkeerde zin in één keer van een nieuwe stijl te voorzien. Daarvoor kies je eerst onder opties stijl en daarvan bijvoorbeeld cursief. Dan markeer je de zin en kiest onder het blokmenu voor speciaal en daarvan de keuze toevoegen stijl. De zin wordt automatisch cursief. U heeft nu het optiemenu en het blokmenu van de Teliac software uitgebreid gezien. U moet er maar eens mee oefenen. Komt u er niet helemaal uit, kijk dan nog even in de handleiding, maar vergeet niet dat we ook nog de contextafhankelijke hulpfunctie hebben, die u, terwijl u werkt, vaak goed uit de problemen kan helpen. Dan laten we u nu nog een paar andere mogelijkheden van de Word-module zien en demonstreren daarna de printmodule. Het oefentekstje over PC privé is inmiddels weer wat netter gemaakt. En we gaan nu even naar het menu Zoek. We laten daarvan de belangrijkste mogelijkheden zien. Met Gaan naar komt een invulscherm tevoorschijn waarop u kunt invullen naar welke regel van het document u wilt. Met Zoeken kunt u een woord zoeken, bijvoorbeeld oefenen. De cursor gaat dan automatisch naar dat woord. Met Vervangen kunt u eerst het woord opgeven dat u zoekt, bijvoorbeeld onderstrepen, en het vervangen door een ander woord, bijvoorbeeld onderlijnen, door dit achter nieuw in te typen. Het programma vraagt dan onder in beeld vervangen, ja of nee. Zeg je ja, dan wordt het automatisch vervangen. Zo kan een heel document doorzocht worden en gewijzigd. In de handleiding staat meer over deze mogelijkheden. Dan vinden we het wel genoeg voor deze oefening en kiezen onder File voor leegmaken. De computer vraagt of dat wel verstandig is, want we hebben de wijzigingen nog niet opgeslagen. We zeggen dat hij gelijk heeft en kiezen voor nee. Om dit gewijzigde bestand op te slaan, kiezen we opnieuw voor File, maar nu is de keuze opslaan. De computer stelt voor dit bestand als oefening op te slaan. Dat is de oude bestandsnaam. Maar wij willen het als oefnieuw bewaren en typen daarom oefnieuw in. En kiezen voor opslaan. Bekijken we even wat hij gedaan heeft, bijvoorbeeld met de keuze inladen, dan staat daar inderdaad het bestand oefnieuw, maar ook het bestand oefening staat er nog. We kunnen dit bestand overigens een andere naam geven door het te selecteren en er in te typen en vervolgens bijvoorbeeld oefout in te typen. De naam wordt, zoals u ziet, keurig gewijzigd. Besluiten we overigens alsnog om die oude oefening maar weg te gooien, dan kiezen we voor oefout en x. En het bestand wordt gewist na een kleine waarschuwing van de computer. Dan gaan we nu de printmodule van het programma behandelen. We kiezen daarvoor in Word eerst voor inladen tekst en kiezen het bestand eindbrief, dat u als cursist ook op uw floppy onder hoofdstuk 3 heeft staan.
Deze brief ziet er heel keurig uit, met onder andere diverse stijlen. En zou, zoals hij er nu op het scherm uitziet, zonder meer geprint kunnen worden. Maar dat kan niet vanuit de Word-module, daar is de printmodule voor nodig. Bovendien kan uitsluitend in deze module gecheckt worden of hier op de printer ook zo netjes komt uit te zien. Door op F9 te drukken maken we de printmodule actief en hij verschijnt in de bovenste helft van het beeld. Met F7 maken we hem even beeldvullend. Er staat niets meer op het scherm, maar dat geeft niet, want de brief is er echt nog wel. Via de Escape-toets krijgen we bij deze printmodule ook een menuregel in beeld. Hiervan is het keuzemenu Print op dit moment het belangrijkst. Er staan 3 keuzes in dit menu met een rondje erachter. Daarvan is het rondje achter Scherm al ingevuld. Met deze keuze kun je de brief op het scherm te zien krijgen. Met de keuze eronder zeg je dat je de brief alleen op de printer wilt zien. Door deze te selecteren wordt het rondje erachter ingevuld. Met de 3e keuze kun je kiezen voor het printen op het beeldscherm en de printer. Wij kiezen echter voor de keuze scherm, omdat we eerst wel eens willen zien wat hij ervan gaat maken. Om dit te bevestigen kies je vanuit Word. Rechtsboven in beeld verschijnt nu het woordje pauze. En onder in beeld in grote letters escape. Waarmee je de printopdracht ongedaan kunt maken. En het woordje spatie, waarmee je de brief over het scherm kunt laten rollen. Dit snel doorrollen kun je onderbreken door opnieuw op de spatiebalk te drukken. Je kunt de brief dan even goed bekijken. De brief blijkt er inderdaad in deze printmodule goed uit te zien. Alleen staat er automatisch onderaan de pagina een paginanummer. Dat is eigenlijk wat overdreven voor een brief van 1 velletje. Dit paginanummer kan verwijderd worden door via Escape de menuregel weer op te roepen en te kiezen voor instellingen en daarvan het layoutmenu te selecteren. Hieronder zien we opnieuw een keuzemenu. Het ligt voor de hand om dan te kiezen voor paginanummer, maar dat heeft, zoals u ziet, te maken met de wijze waarop de paginanummers weergegeven worden. Met normale cijfers, met Romeinse cijfers in onderkast en kapitaal, en met de letters A, B, C, D enzovoort. Ook kun je daar nog aangeven bij welke pagina de nummering moet beginnen. Met deze keuze komen we dus niet veel verder als we het paginanummer weg willen hebben. Kiezen we vervolgens voor kop- en voetregels, dan is dat zoals u ziet een betere keuze. Achter voetmidden staat de code page tussen wiebertjes. En dit is voor het programma de opdracht om midden onder de pagina een paginanummer te plaatsen. Daarom halen we dit door deze keuze te selecteren en op de spatiebalk te drukken weg. Op de verdere zaken in dit keuzemenu en het gebruik van kop- en voetregels komen we later in de cursus nog terug. Dat geldt ook voor het gebruik van codes als page. Laten we nu opnieuw via printscherm de brief voorbij rollen. Dan is het paginanummer verwijderd. Nu moet het programma nog weten van welke printer we gebruik maken. Daarvoor gaan we opnieuw naar het menu Instellingen en kiezen voor Kies printer. Er verschijnt een lijst met printerdrivers die we kunnen inladen. Zoals u ziet kan het programma met heel wat printers samenwerken. Wij kiezen voor de Matrix 24 naalds en selecteren die met de muis. En met de opdracht Kies printer laden we die in het RAM-geheugen van de computer. Deze printerdriver is nu geladen en via de keuze Print printer vanuit Word kan de brief geprint worden. Bent u van plan deze brief nog vaker uit te printen in de toekomst, dan is het zinvol om de gemaakte printinstellingen, zoals geen paginanummer en de Matrix 24 naaldsprinter, even op te slaan. Dit kan met de keuze Opslaan onder het menu Instellingen. Je typt dan dezelfde bestandsnaam als die van de brief, namelijk Eindbrief, achter de N in en kiest voor Opslaan layout. Bij een volgende keer printen kan deze layout dan weer ingeladen worden en automatisch zijn de nu gemaakte instellingen dan weer beschikbaar. We hebben nu de belangrijkste mogelijkheden van de Word-module gezien.
We hadden het zo even al over de shortcuts, een snellere methode om opdrachten uit te voeren. In de handleiding vindt u nog meer gegevens daarover, maar ook over het gebruik van de toetsen Home, End, PageUp en PageDown. Deze toetsen kunt u gebruiken om sneller door een tekst te navigeren. Van de printmodule hebben we u in het kort wat laten zien en in de volgende lessen komen deze verder ter sprake. Wij gaan nu verder met de desktop publishing of pagina opmaakmodule van de Teliac software. Met desktop publishing kun je meestal een stapje verder gaan in de tekstbewerking dan met een tekstverwerkingsprogramma. Je kunt ermee opmaken ofwel een mooiere vorm geven. Het is namelijk meestal mogelijk in kolommen te werken. Je kunt ook tekeningen of plaatjes in de tekst opnemen en gebruik maken van verschillende lettertypes. Dit verzorgen van een publicatie is natuurlijk gebonden aan allerlei typografische normen, zoals welk lettertype is goed leesbaar, welke grootte moet een letter hebben, hoe breed moeten de zinnen binnen een kolom zijn, etc. Ook het maken van een layout voor een publicatie kent zo zijn regels. Voor al deze informatie verwijs ik u graag weer naar ons studieboek. Wij laten u in de nu volgende demonstratie uitsluitend wat mogelijkheden van de desktop publishing module zien. Dat doen we aan de hand van de menukaart die u ook op onze floppies aantreft. De Teliac software is geladen en we staan nu in het hoofdscherm. Door hoofdstuk 4 te selecteren en dit te bevestigen, komen we in het openingsscherm van de publisher module terecht. Publisher ziet er heel anders uit dan de andere modules van de Teliac software en heeft dan ook zijn eigen werkwijze. We gaan er niet tot in detail op in, maar laten u wat mogelijkheden zien. Bewegen we de muis over het scherm, dan zien we linksboven een aantal coördinaten bewegen. Hiermee is het mogelijk om de juiste muiscursorpositie op het witte vlak, het werkvel van Publisher, te bepalen. Naast deze coördinaten staat het getal 01 en dit geeft aan dat we op de eerste pagina van dit Publisher-document zitten. Rechts en onder zitten schaalverdelingen. Deze linealen zijn bestemd om bijvoorbeeld bij het trekken van lijnen of het definiëren van kolommen nauwkeurig te kunnen werken. Boven in het scherm zien we verder ook weer een menuregel. Deze beschikt over verschillende menus met keuzes. Zo kunnen we via de keuze Document documenten inladen, opslaan of leegmaken. Via Print aangeven welke onderdelen we van het document geprint willen hebben. Via Module kiezen uit de verschillende onderdelen van het programma, zoals de tekstverwerker en de tekenaar. En tenslotte via de keuze Systeem allerlei andere printopdrachten selecteren, de linealen aan- of uitzetten en ook de coördinaten aan- of uitschakelen. Via de keuze Stop wordt het programma verlaten. Dit doen we nu natuurlijk niet. Van dit alles is het menu Module het belangrijkst. In de normale uitgangssituatie staat de keuze Publisher altijd aan. Maar zodra u iets wilt gaan maken of bewerken, dan zijn de andere keuzes van belang. We kiezen voor Indeling Editor en het programma gaat in deze module staan. Met deze editor plaats je op het scherm kolommen waarin naderhand teksten geplaatst kunnen worden. Voor ons menu hebben we dit buiten beeld even gedaan. Het zijn twee ongelijke kolommen. Deze indeling is niet uit de lucht gegrepen. We hebben namelijk tevoren voor het menu een schetsje op papier gemaakt en vonden dit een mooie vorm. De geplaatste kolomlijnen zijn overigens bij het uitprinten, wanneer het menu klaar is, niet zichtbaar. Na het plaatsen van de kolomlijnen kunnen de teksten ingetypt gaan worden. Hier, ter gelegenheid van het huwelijk van Gerard en Andrea. En hier, wat er allemaal te smullen valt. Verder komen er op het menu tekeningen. Hier een van een dansend bruidspaar. En hier een tekening van een gedekte tafel met het woordje menu erin verwerkt. En hier nog rechtsboven komt het woordje diner te staan. Maar dat wordt in de tekenmodule wat verfraaid. Vandaar dat het ook als tekening gezien wordt. En hier links en rechts worden verfraaiende rechte lijnen geplaatst. Voor het invoeren van de teksten moeten we in de tekstverwerkingsmodule van het programma gaan staan. En om goed te kunnen zien wat we intypen, is het handig met de zoomfunctie van het programma het beeld wat op te blazen.
Dit kan door op de F10-toets te drukken. En door dit te herhalen kun je tot op de pixel nauwkeurig komen. Met de F9-toets kun je het beeld weer stapsgewijs verkleinen. Willen we nu de tekst ter gelegenheid van het huwelijk van enzovoort gaan invoeren, dan klikken we op deze kolom en er verschijnt een tekstcursor. We kunnen hier direct achter gaan typen, maar u ziet het, de tekst komt wat ongelukkig terecht en het standaard lettertype is ook wat saai. Daarom wissen we dit weer en gaan een ander lettertype selecteren, namelijk de Garden. Omdat dit een grotere letter is, moet eerst de regelafstand veranderd worden. Willen we de tekst netjes in het midden hebben, dan kiezen we voor het menu Opties en daarvan Uitlijnen en vervolgens Midden. De tekst wordt bij het intypen nu keurig in het midden in het gewenste lettertype weergegeven. Dan zijn we nu toe aan de namen van het bruidspaar Gerard en Andrea. En die willen we graag in een wat groter lettertype hebben. Daarvoor selecteren we de Roman 17 en typen de namen. Zo kun je verder gaan en ook de kolom met de gerechten gaan vullen. Is alle tekst ingetypt, we hebben dat verder buiten beeld gedaan, dan verlaten we dit tekstverwerkingsonderdeel en gaan naar de tekenaar van het programma. Met deze tekenaar kunnen door uzelf plaatjes getekend worden, bestaande uit rechte vlakken, ronde vormen, maar er kan ook uit de vrije hand getekend worden. Mocht u niet over veel tekentalent beschikken, dan is dat geen probleem. Op uw floppies vindt u een aantal tekeningen. Zo zijn er ook de tekeningetjes van het dansende bruidspaar en van de gedekte tafel, met de tekst menu erin verwerkt. Zo u wilt, kunt u deze tekeningetjes nog wat bewerken door dingen weg te halen, toe te voegen, te spiegelen, te vergroten of te verkleinen, het geheel te roteren of zelfs negatief weer te geven. Door zo'n al of niet bewerkt plaatje vervolgens te selecteren, kan het op de gewenste plaats in het menu gezet worden. Bent u tevreden, dan wordt het menu opgeslagen. Via de opdracht Print Pagina kan het zo vaak afgedrukt worden als u maar wilt. Tot zover dan de lessen over tekstverwerking en desktop publishing. Volgende week gaan we verder met het maken van een database met een ledenbestand van een vereniging. In die vijfde les ook aandacht voor het combineren van deze adresgegevens en een standaardbrief, het zogenaamde mailmerge. U hoort zo meteen nog waarover de radioles van deze week gaat, maar wat mij betreft graag tot de volgende keer.